Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een raster maken met schulpjes. Het lijkt ingewikkelder dan het is. Je moet een beetje tellen. En je moet goed opletten waar je dus eigenlijk die schulpjes inzet. Die zet je in het midden van die losse. We gaan gewoon beginnen. Aantal steken deelbaar door 12. En 3 voor de opzetlus. En voor dit lapje, ja, je kan er ook een das van maken natuurlijk en een dekentje, omdat het, ja, de vaste dekentjes voor een babytje of zo, die zijn best zwaar vaak. En dit is een lekker los raster, dus je kan hier dasjes van maken en dekentjes en wat je maar wil. Deelbaar door 12, ik heb nu 36, ga ik erop zetten. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Dat wil ik dus snel doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 3 voor de opzet. Ketting en dan hebben we er 39 in totaal. Je maakt een stokje in de tweede opening, of in de tweede losse vanaf de naald. In totaal moeten hier 3 stokjes, dus deze telt mee. Dit is de eerste, tweede, dus dan zet je nog een stokje in die opening. Dan doe je 2 lossen. En dan zet je een vaste na 2 steken vanaf het begin. 1, 2 en dan in die derde zet je een vaste. Dan sla je er weer 2 over en dan begin je met je schulpje en het is een stokje. Er zijn 5 stokjes in 1 opening. Sla je weer 2 steken over. En dan zet je het schulpje vast met een vaste. En dan heb je je eerste schulpje. Tussen die schulpjes zijn rijtjes van 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan sla je er 5 over. 1, 2, 3, 4, 5. En in de zesde zet je hem vast met een vaste. Dan ga je weer een schulpje maken, sla je er 2 over en in de derde zet je 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. Het schulpje zet je vast na 2, 1, 2 in de derde met een vaste. Dan doe je weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Je slaat er 5 over. 1, 2, 3, 4, 5. En in die zesde zet je vast met een vaste. Dan ga je weer een schulpje maken. Haal je er 2 over. Omslaan. En in de derde zet je 5 stokjes. 1. 3, 4, 5. Het schulpje maak je weer vast met een vaste na. Sla je er 2 steken over, dus in de derde na het schulpje.
En om te eindigen zet je 5 lossen weer. 1, 2, 3, 4, 5. En je eindigt de toer op de laatste steek met een vaste. En dit is de eerste toer. Dus een schulpje, 5 lossen, schulpje, 5 lossen, schulpje, 5 lossen. Je haakt even 3 lossen en dan keer je het werk. En dan heb je nog 2 lossen over om hier dus een vaste in te maken. De tweede toer zijn eigenlijk alleen maar nog lossen van 5. Dus we zetten. We hebben er 1, 2, 3. We zetten er nog 2 lossen bij. En dan zetten we in die derde een vaste. In de derde steek een vaste. Dan weer 5 lossen. 2. 3, 4, 5. En dan in de derde steek zet je hem vast met een vaste. Het leukste is als je 2 lusjes kan pakken. Ja. En dan 1, 2, 3, 4, 5. En dan zet je hem weer vast in de derde steek van de losse. Dan weer 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dan zet je hem vast in de derde van het stokje. Dus precies het midden, hè, van 5. Dan weer 5, 2, 3, 4, 5. Je slaat de 2 over, 1, 2, en je zet hem in de derde. Is altijd een beetje lastig hoor. Tenminste, dat vind ik. Het mooiste is als je 2 draadjes kan pakken, maar 1 is ook helemaal prima. Je zet hem vast en weer 5. Vast in het derde van het stokje en weer 5. En dan ben je op het einde aangekomen en dan eindig je de toer bovenaan die derde losse van de vorige toer. Zo. Dan begin je weer met 3 lossen en dan keer je het werk weer. En dan is het einde van toer 2. Soms dan moet je het werk even neerleggen om het weer te kijken wat je nu aan het doen bent. Nu gaan we weer schulpjes in het midden van deze, zodat de schulpjes verspringen. Dus we gaan op deze vaste gaan we schulpjes maken. Omdat je er 5 over moet houden, zet je er 2 bij. En dan gaan we schulpjes maken hier in het midden. Dus omslaan voor de stokjes. 1. 2, 3, 4, 5 en die zetten we vast na 2 steken hier op deze bovenste met een vaste. Dan heb je je schulpje wat een beetje verspringt ten opzichte van de eerste. Dan gaan we weer. Even kijken hoor. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we hier een vaste zetten in het midden. Dus in de derde zetten we een vaste. En dan gaan we een schulpje maken in het midden. 5 stokjes. 1, 2, 3, 4,
Na twee steken zet je hem vast in het midden met een vaste. En je hebt weer een schulpje. Kijk, en zo leg je je werk even neer om te kijken hoe het uitkomt. En je gaat weer 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5. En je zet hem vast in het midden van de lossen. Met een vaste. En je gaat weer schulpjes maken in het midden. Na 2 steken overgeslagen te hebben. En dan ga je weer 5 stokjes maken. 3. 2 bedoel ik, 3, 4, 5 en zo maak je de hele toer af en dan is dit je resultaat. Goed tellen, goed dat je zeg maar die 5 lossen, je zet hem vast met een vaste, weer 5 lossen. Of 2 lossen, sorry. En dan ga je weer hier die stokjes maken. En ik wens jullie veel succes met de rasten met schulpjes. En tot de volgende tutorial. Ik zou willen vragen of je wil abonneren op mijn YouTube kanaal. Want ik heb heel veel nieuwe steken. Die kan je allemaal leren.